Hallo allemaal, ik ben Jo Winjo en welkom bij deze tutorial over hoe je je eigen 1DAS-wedstrijd kunt toevoegen in Pro Cycling Manager 2017 met behulp van de PCM Fast Editor. Daarvoor moet je natuurlijk eerst red rit maken en hem exporteren. Dat doen we door File te klikken, Export en dan gewoon een naam te geven op een locatie dat je hem natuurlijk kan terugvinden. En we gaan het opslaan. Dan gaan we naar die map. En uh, dan zie je hier twee bestanden staan: een CDS en een ZCES bestand. Die hebben we alle twee nodig. Gaan we moeten kopiëren naar de CM Stages-map van PCM. En die vinden we hier. Daarvoor moet je natuurlijk naar je Steam Library gaan: Steam Apps, Common, Manager 2017 en dan CM Stages. Nou, het gaat om een 1 das wedstrijd dus we zullen een voorvoegsel met C moeten gebruiken. C0 is van. De buitencategorie. C1 is van eerste categorie. C2 is van tweede categorie. Je hebt dan ook nog C2U. Dat is van de, de beloftewedstrijden. En dan heb je ook nog een topklas. En dat is een uh, ja, wedstrijd van niveau, Zoals hier zit er onder van Vlaanderen en Maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan een wedstrijd van buitencategorie maken. Daarvoor gaan we de red hier of de bestanden hernoemen naar C0. Underscore. De tutorial underscore 2013. Dat doe je het best. De rest van de retten noemen ook 2013, 2012. In principe is dat niet zo belangrijk, maar je moet wel een jaartal achter staan. Dan gaan we die bestanden kopiëren naar deze map en die staan er dus al in. Nu moeten we de PCM Fast Editor hebben. Heb je die niet, dan ga je eens naar je internetbrowser. Ga je naar deze site, www.tomclose.com/pcmfe.html. Dan klik je hier op die rode link en dan ga, dan ga je de PCM-fast editor downloaden. Dan moet je hem gewoon installeren. Dan gaan we hem openen, de PCM-fast editor. We gaan dan naar database, open database. En dan gaan we de default database gebruiken. En uh, die vind je natuurlijk bij Steamapps, Common, ProCycleManage 2017, Database. En dan Official Release natuurlijk aanklikken. En, en we gaan hem openen, dat kan eventjes duren. En dan gaan we twee tabellen moeten openen. Niet de Cyclist, die staat automatisch open, dat mag je zo laten. Maar we gaan naar beneden en we hebben hier twee tabellen nodig. Start Race en Start Stage. Beginnen doen we bij sta race. Je ziet hier allemaal races staan met uh, een ID voor. En uh, we gaan naar beneden en onder de 1000 moeten we sowieso blijven. Dus, uh, 619 is het laatste. We gaan 620. Dus nemen. We doen add. En dan gaan we hier 620. En dan gaan we een naam geven aan onze race. En dat wordt de tutorial race. Dan een afkorting, gewoon tutorial. Hier gaan we natuurlijk de naam geven die we zo net hernoemd hebben. Dat is c0 underscore tutorial. Maar hier moet je de, het jaartal er niet bij zetten. Ik zal die map hier even vergroten. Dan zie je dat bij de rest ook. Dat is niet nodig. Dan gaan we hier de nationaliteit van onze race in deze kolom. Dat is een Belgische race. Dan kunnen we hier onze... Het niveau, en dat wordt 1 buiten categorie. natuurlijk. Deze kolom is niet nodig, deze kolom ook niet. Dan de popularity kun je invullen, hoe populair je race is, is. Ik zal het maar op 30 zetten. Het is tot 100 denk ik. Dan uh, hier gaan we natuurlijk uh, wel iets moeten invullen. Die belangrijk is, is het aantal retten. Bij ons is dat makkelijk, het is 1. Hier, dat is niet echt zo belangrijk, het is gewoon een uh, e-mailadres. Hier kun je de uh, belofte of de ploegen uh, kunnen hier aangeduid worden, dat gaan we nu ook niet doen, dat is niet zo belangrijk. Dan hier deze kolom ook niet, hier kun je natuurlijk nog eens een afkorting, maar is op zich niet zo belangrijk. Dan kun je hier wel nog iets invullen, en dat is uh, hoe de punten worden verdeeld in uh, de World Tour, of niet in de World Tour, in uh, de CQ ranking, of hoe het ook noemt, Superprestige. En uh, aanzien wij een uh, wedstrijd van buitenkant we hebben, gaan we dat hernoemen naar like, Cont underscore 1hc.xml. De andere, opzij is het logisch zoals je hier ziet. Je hebt hier Continental 2.2 wedstrijd, wedstrijden, 2.1 wedstrijden, 1.1 wedstrijd. Dus je kan anders altijd eens kijken naar de wedstrijden boven, oh, boven de uur die je bijvoegt natuurlijk. Dan gaan we verder. Hier moeten we niets invullen. Hier kun je wel nog iets invullen. Ik zal dat eventjes vergroten dat het makkelijker leesbaar is. Hier kun je wat voor wedstrijd het is. Uh, het staat wel in het Frans, maar uh, Grand Tour is natuurlijk. De grote ronde hier, de Petit Tour, zijn de kleinere rondes. Allemaal niet belangrijk voor ons. Wij gaan een klassieker maken. En we gaan hem gewoon uh, als val zetten. Dat is gewoon uh, vlak, denk ik. Um, dan hier, deze kolom is voor wildtoerwedstrijden dat je dat kunt doen. Dat is voor wildtoerwedstrijden te verplichten om deel te nemen. Deze kun je aanklikken als het een ASO-wedstrijd is, maar dat is bij ons het geval niet. En uh, hier, dat gaan we ook aanklikken, aangezien de rest dat ook allemaal is. En dan hebben we gedaan in deze kolom. Wat we nu al gaan doen, is eerst de database opslaan. Opnieuw in Official Release. Of als je het anders wil noemen, je mag het natuurlijk ook. En eh, ik ga dat doen omdat we dan in de volgende kolom zetten. En dan gaan we natuurlijk naar sta Stage. Maar het is wel het best om de database, dus als je hem opgeslaan hebt, opnieuw te heropenen. Want eh, dat zal belangrijk zijn voor het volgende dat we hier gaan doen. Maar eerst wil ik je eens tonen hoe het er onderaan uitziet. En dan zie je dat we hier. ID's hebben van 16.000, 17.000, 18.000, 19.000 en zo verder. De eerste cijfer, of, de eerste cijfer is uh, het, of de red die het is. Dus uh, 13.000 en zoveel als de 13 red, 14.000, de 14 red, 15.000, de 15, .000, 15, .000, 15 .000 red. Wij moeten dus 1000 nemen. En we gaan dus 1620 nemen, want 620 was het ID van onze wedstrijd. Dus dan gaan we hier dit openen. Gaan we naar beneden en dan zie je dat is een tutorial race. Daar gaan we op klikken. Dan de volgende kolom is de datum natuurlijk, de dag. We gaan 16 januari nemen 16-1. Dit moeten we niet invullen. Dit wel. Dat is onze eerste rit natuurlijk. Dit gaan we ook opnieuw aanvinken zoals de rest. En dit is op zich niet zo belangrijk. Moet je niets invullen en daar natuurlijk ook niet. En daarmee is onze red toegevoegd. We gaan natuurlijk weer de database opslaan. En official release opslaan. Ja. En dan is dat klaar. En gaan we naar de game. We zitten hier op het homescreen van de game. En we gaan naar single player. Naar onoffice. Default. En een game creëren. En dan gaan we onze wedstrijd zoeken bij de 1 buiten categorie. En zie je hier de tutorial race staan? Dus onze red is toegevoegd aan de database en die kunnen we nu spelen. Wil je een red toevoegen? Dat is op net dezelfde manier, alleen moet je dan elke red apart toevoegen bij de stages. En in plaats van iedere keer 1000, ga je de tweede red 2000 moeten maken als ID, de derde red 3000 en zo verder. Maar altijd hetzelfde ID achter het eerste cijfer zetten. Heb je wat bijgeleerd? Klik zeker op de like-knop. Vergeet ook niet te abonneren via de rode knop, en ik zal je dan terugzien in een andere video. Tot ziens, dag!